daarin heb vertegenwoordigd. Er liggen hier allerlei dingen, daar ook. Die zijn niet aan mij om uit te reiken, maar ik wil wel jullie allemaal even de hand geven, want wij hebben hier nog iets liggen en dat krijg je van ons mee. Elf buitengewoon opsporingsambtenaren, BOA's, die bij Stadstoezicht BV werkten, zijn donderdag in dienst bij de gemeente Almelo gekomen. Erik Litooi, directeur van Stadstoezicht, droeg zijn personeel tijdens een korte ceremonie over aan burgemeester Arjen Gerritsen. Maar we hebben een kleine modificatie op het uniform aangebracht door daar vanaf 1 januari ook de gemeente Almelo op zichtbaar te maken. En dat geldt ook voor de epaulet. Hartstikke mooi. Ja, dank u wel. Welkom, welkom. Ja, dank je wel. Ja, dank je wel. Hartstikke bedankt. Ja. Okay. Hebben we bloemen ja. bij? Ja, zeker. Ja? Alsjeblieft. Ja, dank u wel. Maar daarmee bent u vanaf 1 januari bij de gemeente Almelo. Oké. Okay. Van harte welkom en heel veel succes. Ja, dank u wel. Nee, politie die heeft prioriteiten en die komt aan zaken voor de leefbaarheid van de stad niet meer aan toe. Daarom zijn er nu BOA's en er zijn 5 domeinen. Ik werk in domein 1, dat heeft met de leefbaarheid te maken. Maar de mensen van milieu zijn ook BOA's. Dus het zijn allemaal buitengewoon opsporingsambtenaren. En iedereen heeft volgens de domeinlijst, weet ze wat voor zaken ze mogen aanpakken. Of tenminste voor handhaven, bekeuren. De BOA's zijn nu in gemeentelijke dienst, niet meer bij Stadstoezicht. Wat is de reden eigenlijk dat ze in gemeentelijke dienst gekomen zijn? Hun taak is toch niet anders? Nee, hun taak blijft feitelijk exact hetzelfde. Het blijven buitengewoon opsporingsambtenaren die voor de handhaving van allerlei leefbaarheidsvraagstukken op de straat, maar ook voor allerlei parkeervraagstukken en parkeerovertredingen op straat regels handhaven. Dat niet alleen, ook met mensen in gesprek gaan om conflicten op te lossen, om ervoor te zorgen dat het fijn wonen, leven en werken is in onze mooie stad. Dat blijft hetzelfde. Maar hun aansturing verandert wel een klein beetje. Stadstoezicht BV is eigenlijk een bedrijf buiten de gemeente. En de BOA's, de handhavers, de toezichthouders komen nu in dienst van de gemeente. En zijn daardoor makkelijker en ook beter aan te sturen met de medewerkers in samenwerking met de gemeente medewerkers binnen. Kunnen we er zijn voor anderen? Dat vroegen team- en leerlingenraad van basisschool De Compaan Maardijk zich af in de donkere dagen voor kerstmis. Al 2 jaar lang maken de leerlingen op school in deze tijd een lichtje voor mensen waarvan ze denken dat die het kunnen gebruiken. Dit jaar besloten ze het te brengen naar de bewoners van de Titus Brandsmahof. Kerst werd gevierd in de klas en daarna gingen ze op weg, kriskras door de wijk, naar de Titus Brandsmahof. Thank you.
Dan Prins Rijnmond, je hebt de sleutel van het glazen café. Ik weet het weer. Ja jongens, jullie hebben ontzettend hoe best door. Ik vind het grandioos, hij doet. En ja, alle Bonnenbroekse vereniging, kunt die allemaal, zien bijdragen en alles. Ja, jullie hebben het door voor de gemeenschap van Bonnenbroek. En het geld vloeit allemaal weer terug naar de vereniging. Hè. Ik vind het gewoon jongens, super. Ja, hier hebben we voorzitter en penningmeesters. Ik heb een standzijde. Het is 150 euro voor Project Baseline Twente. 250 euro voor de Broodklok. 545 euro voor de KVB. We gaan de laatste stap door. Het is 625 euro voor Harmonica Club van Bonnenbroek. 1000 euro voor het Broeksbad. 1300 euro voor de activiteitencommissie. Daar zit Cecilia, 1800 euro. Voor de Broekkapel 2000 euro. Voor de Broekkapel. Voor de carnaval ook 2000 euro voor carnavalsvereniging De Knoltrekkers. Het is 2667 euro. Haal hem er maar uit. Het is 9000 euro voor de herkastvereniging. Ongelooflijk, wat een bedrag. Voor het totaalbedrag van een glazen café Bonnenbroek 2017. Is geworden. Daar komt ie. 21.337 euro. Wat een gekheid. Hoe is het? Hoe heb je het ervaren eigenlijk? Het hele glazen café. Ja, goed. Was weer een mooi spektakel. Was leuk om te doen. Eigen televiekant één groot feest en ondanks dat we met een mannetje minder waren dit jaar, want normaal zijn we met 4 personen, dit jaar met 3, was het ook goed vol te houden, ook wat betreft slaap en inspanning. En de shakejes waren dit jaar eigenlijk allemaal best lekker, dus dat is ook wel eens anders geweest. Wat was jouw mooiste moment? Mijn mooiste moment, ja, het zal misschien een beetje eentonig worden, maar de veiling, ja, dat is altijd weer het klapste. Maar ik moet ook zeggen, we hebben ook andere leuke momenten gehad, zoals vrijdag mogen de basisschoolkinderen die langs zijn geweest. Dus zoals altijd echt ja, heel geweldig en die vragen hele diverse nummers aan en alle kinderen die zijn heel enthousiast en daar krijg je zelf ook bijzonder veel energie van. Dus ik denk dat dat ook wel best een heel mooi moment is geweest, deze glazen café. We hebben het alle drie al eerder gedaan inderdaad als DJ in het glazen café. En we blijven sowieso bij de organisatie betrokken, absoluut. En ja, wat mij betreft met dit fantastische resultaat, met het hartstikke leuke 4 dagen die we hebben gehad, zou ik het absoluut nog wel een keer willen doen. Ja. Wat gaan jullie nou als eerste doen als je zo meteen naar huis gaat? Als we naar huis gaan? We gaan eerst genieten van een pilsje en gezamenlijk wat eten. Want dat wordt het meeste genieten. Zometeen gezamenlijk eten, dat we weer mogen. Dankbare mensen. Ja, zeker. Dat zijn wij ook. En iedereen hier, de goede doelen die een bijdrage hebben gekregen, denk ik ook. Dus ik denk dat iedereen blij is. Nou, daar houden we het op. Dankjewel. Christmas lights light up the street, down where the sea and sea meet. May all your troubles soon be gone. Oh, Christmas lights keep shining on. Those Christmas lights. Street. Maybe they're bringing
lights keep shining on. We staan hier bij de loods van Kruiskamp. Hier is zojuist het bootje de Louise naartoe gebracht. Koen ten Hegler, kun je iets meer over vertellen waarom dit gedaan is? Ja, we hebben na 2 jaar varen in Almelo hebben we begrepen dat het toch wel heel lastig voor bruisparen is om het risico te nemen dat het gaat regenen. En die kans is natuurlijk in Nederland, die ligt voor de hand. Dus bruisparen durven niet te boeken, want als het regent dan is hun jurk natuurlijk nat en het bruisboeket dat gaat niet goed. Dus dan hebben we een hoop groot probleem. En ik kan geen mooi weer garanderen. Juist, en daarom heb je gekozen voor een nieuw bootje. Maar de Louise moest weg. Hoe erg vond je om die weg te doen? Ja, erg. Daar heb ik mijn hart en ziel in gestoken. Daar hebben we echt toch 2 jaar aan gerestaureerd. En ja, dat is natuurlijk niet zomaar wat. Maar ja, ik kan geen 2 boten erop nahouden. Dus het is of de een of de ander. En hij krijgt een goede plek. Hij gaat naar Leer, naar de werelds grootste liefhebber van antieke scheepjes. Dus die krijgt het wel goed daar. Ik krijg de Wilhelmina ervoor terug. Dat is een nog kleiner bootje dan dit. Maar wel een heel bijzonder bootje. De Louise die hier ligt, die heeft geen historie. Althans, die heeft een historie, maar die is niet bekend. Maar de Wilhelmina die we krijgen, daar is de historie vanaf de eerste dag, vanaf de bouw is die bekend. En dat is wel heel bijzonder. Dat gebeurt bijna niet binnen de vereniging. Ik heb straks ook het kleinste bootje van de vereniging, maar met het grootste verhaal. En welke vereniging gaat het om? De Oude Glorie, vereniging Booteigenaar en Oude Glorie. Dat is de vereniging die de historische pleziervaart behartigt. Juist. En die nieuwe boot, die Wilhelmina. Wanneer kan de Almeloer die gaan bewonderen? Nou, hij komt in de eerste week van januari wordt hij gewisseld. Dan komt de man uit Leer, die komt met vervoer over de weg, komt hij deze ophalen. En hij neemt de Wilhelmina mee deze kant heen. Dus en dan gaan we nog een beetje afrestaureren. Dit is een heel leuk verhaal, want ik heb 10 jaar geleden ditzelfde bootje ook gehad. En deze man heeft hem gekocht van mij. Die was helemaal verknocht. Het is ook een heel leuk bootje. Maar die heeft hem 10 jaar niks aan gedaan. Dus die heeft hem in de loods gehad. En die heeft hem precies in die loods ook zo laten liggen. En die kajuit, kan die dan straks wel onder dat bruggetje door? Ja, daar zijn we voor naar Leer gereden, hè, speciaal. Die man die heeft hem opgemeten en die verzekerde ons dat hij eronder door kon. Dus ik heb mijn buik hier bij de bruggen gelegen om te kijken of het allemaal wou. En ik wou natuurlijk verhaal halen en ik wou mezelf overtuigen dat we niet straks dat bootje hier hebben en het bootje niet onder de bruggen in Almelo door kan. Dus maar hij kan eronder door. Het is ook piepklein, maar het is heel knus. Het is heel leuk. Ik kan maar heel ietsjes van de historie misschien verklappen. Het is een bootje dat komt uit Oud-Aarde. Het is gebouwd in Oegstgeest door Akerboom. Heel leuk, de letters AA staan nog onder in de boot. Anton Akerboom, die was in de tijd 15 en die heeft zijn vader geholpen met bootje bouwen. En het bootje is geschonken door de parochianen van de Sint-Bavo-kerk in Oud-Aarde aan de pastoor die daar toen dienst had. Nou, Almelo die kan met smart gaan wachten en straks kunnen de bruidjes in Almelo gaan trouwen. In het huwelijksbootje van Koen ten Hegler, toch? Ja, zeker weten. En daarnaast willen we dan ook meteen een soort introductie doen. We willen meteen Nederlands kleinste partyscheepje introduceren. Dus we willen echt voor 2 personen dinertjes aan boord gaan organiseren. Daltonschool De Bonkelaar hield donderdagavond op beide locaties, de Jan Toropstraat en de Rotsduif, na het kerstdiner een kerstmarkt waar door de leerling gemaakte cadeautjes werden verkocht. Vandaag is er weer een kerstmarkt. Vandaag is er ook die kerstdiner hier op school. En nu zijn we bezig met de kerstmarkt. Die kerstmarkt is 1 keer in de 2 jaar. En als het zover is, dan is het ook best wel druk, zoals je misschien kon zien. Alle klassen hebben werkjes gemaakt en die verkopen wij. En daar verdienen we geld mee. Die knutselen we zelf. Dat geld is voor... voor een goed doel. Eén ding zijn we al overuit, dat is een glijbaan hier op school. En het andere gaan we nog overleggen met elkaar. Zeg, en wie organiseert dit allemaal, Tariq? Wij als leerlingenraad. En kunnen we natuurlijk niet alleen, dus we hebben ook hulp van de klasseouders. Of ja, schoolouders. Ouderraad, ja. Klasseouders, wat zijn dat eigenlijk, Jacob? Klasseouders zijn ouders die de kinderen helpen met uitstapjes. Of als ze een keer naar het ouderadvies gaan of zo, of schoolreisje, dan gaan ze mee als begeleiding. Wij zijn de leerlingenraad van de Bonkelatoren. En wij proberen onze school is leuk, maar onze school nog leuker te maken.
Kunstenaar Piotr Müller baseerde zijn werk begin jaren 80 op architectonische vormen. Dit kunstwerk is van beton en gietijzer.